is vandaag maandag 13 april. Ik ga deze week 1 week leven als een fit girl. En dit wordt echt een hele uitdaging voor mij, aangezien ik echt letterlijk elke dag heel veel ongezonde dingen eet. Ik ga deze hele week dus leven als fit girl. Dat betekent dat ik elke dag ga sporten. En dat wil niet zeggen dat ik elke dag ga hardlopen. Maar ik ga sowieso elke dag een workout doen. En heel gezond eten. Dus dat wordt wat. Mijn eerste gezonde maaltijd heb ik al klaargemaakt. Dit is mijn ontbijt van de dag geworden. Dit is een smoothie bowl. Er zit in mango, aardbei, banaan, havermout, lijnzaad. Dat heb ik gemixt. En dan heb ik op de topping nog wat banaantjes gedaan en havermout. Dus hier ga ik zo lekker van genieten. En wat ik daarbij drink is een heel groot glas met munt gemberthee. Ook lekker gezond. Ik heb niet zo moeite met gezond ontbijten, want dat doe ik eigenlijk altijd wel. Natuurlijk is het geen week leven als Julia haar lichaam niet eventjes laat zien. Dus dan gaan we dat ook maar weer eventjes doen. Even kijken wat er gebeurt. Ik voel me nu best wel heel erg opgeblazen, want gisteren heb ik ook echt zoveel slechte dingen gegeten. Het is gewoon echt bizar. En mensen verwachten het niet. En mensen vinden mij ook niet zwaar. Ik ben ook niet zwaar. Maar toch, je voelt je dan een beetje slecht. Doe in ieder geval alvast een dikke duim omhoog als je hier zin in hebt om deze week naar te kijken. Misschien motiveert het jou ook wel om gezond te gaan leven. En dan wens ik je heel veel kijkplezier en dan gaan we nu naar de spiegel. Mijn buik is nu best wel heel erg opgeblazen. Zo voel ik me ook gewoon echt heel erg. Ik denk dat het dus ik weet wel zeker dat aan het eind van de week dat ik me veel minder opgeblazen voel en dat het veel meer in shape is. Dit is van afstand. En sommigen denken misschien, je bent wat vergeten. Je gewicht filmen. Normaal gesproken zou ik inderdaad een gewicht filmen van before after. Maar dat ga ik nu niet doen. De reden is omdat ik volgende week, als ik deze video zeg maar ga afsluiten, ben ik bij Tigo. En die weegschaal die werkt niet goed. Bovendien vind ik gewicht eigenlijk heel onbelangrijk. Ik vind het meer belangrijk hoe je eruit ziet. Spieren wegen in ieder geval meer dan vet. En ik vind het gewoon belangrijk hoe je eruit ziet. Dat gewicht boeit mij totaal niet. Ik ben vandaag echt de hele dag bezig geweest met het editen van mijn weekvlog. Ik heb er heel veel moeite in gestoken. En toen wilde die dus weer niet opslaan. Het is nu inmiddels alweer 4 uur. En ik heb nog steeds niks anders gegeten dan de smoothie bowl. Ik ben echt de hele dag in mijn kamer geweest en bezig geweest dus met die weekvlog. Maar we gaan ook al weer over een tijdje avond eten. Dus ik ga even kijken of ik nu wat ga eten of niet. Want ik heb niet per se heel veel trek of zo. En normaal had ik nu tussendoor wel even een koekje of zo gepakt. Maar dat kan natuurlijk niet. Tenminste, dat moet ik zelf weten. Maar ik ga het niet doen, want ik leef een week als fit girl. Maar vanavond ga ik denk ik eventjes sporten en dan gewoon zo'n workout doen. Ik ben beneden beland. Ik ga even een cracker eten met kipfilet. Het is 7:15 en ik heb eigenlijk de hele dag lekker op bed gelegen en Netflix gekeken. Normaal zou ik wel lekker in de tuin gaan zitten, maar vandaag was het een beetje fris, veel wind en 10 graden. Dus dat heb ik maar even niet gedaan vandaag. Maar mijn vader riep net dat we gaan eten. En daarna wil ik een workout gaan doen. Want ja, ik moet toch wel wat gaan doen. Hè? Ik kan niet de hele dag in mijn bed gaan liggen als fit girl. En ik vond net skielers in de schuur. En misschien ga ik dan vanavond nog even skieleren en anders sowieso 1 keer in deze week. Dit is mijn avondmaal. Pap, leg eens uit wat er precies allemaal in zit. Persiebonen, rijst. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Je hebt het zelf gemaakt. Appel, hart, saus. En saus. Kruiden. Ik heb net lekker gegeten. Het was super lekker. Ik had ook wel echt behoorlijk veel trek. Dus het kwam goed van pas het eten. Maar ik ga nu even een 7-minute workout doen. Ik heb dus de app 7-minute Woman. Ik kreeg heel veel de vraag van wat is de app toen ik een keer zo'n workout videootje had gemaakt. Dan heb je allemaal van die hele leuke oefeningen. En nu ga ik dus voor de buik doen. En als ik dat heb gedaan ga ik waarschijnlijk even skieleren. Als het lukt. En dan niet te lang. Gewoon even een beetje inkomen. Ik heb trouwens een matje hier op de grond neergelegd. Tadaa. Buiten zoals je ziet en ik heb mijn skielers aan, dus we gaan even een stukje skielen. En papa en Tigo gaan fietsen, maar we zijn nu denk ik 1 minuut van huis en ik heb nu al zware benen en voeten, dus dat wordt nog wat. Want ik ben niet gewend om te skielen, of het ligt aan mij of het ligt aan die schoenen, maar I don't know. Het is wel goed voor je benen. Ja. Ik heb mijn benen al uit gekocht. Ja, gek. Ik heb Oh jongens, ik heb die dingen meteen uitgedaan. Dit voelt zo bevrijdend. We zijn alweer een tijdje terug van het skieleren, wat dus niet helemaal goed ging, want ik heb hele zere voeten nu.
het ware. Dus ik denk dat de skiers niet helemaal goed zijn. Ik heb net ook nog eventjes zo'n oefening gedaan voor je kont. En dat kon je wel zien net. En ik ga nu eventjes kwark eten. Het is alweer bijna 9 uur, maar ik heb een beetje trek. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ben weer fris en fruitig wakker geworden. Ik heb gelijk mijn sportkleding aangetrokken, want het is natuurlijk weer de bedoeling dat ik een workout ga doen. Ik ga zo eerst even lekker ontbijten, ik heb er heel veel zin in. Verder heb ik een planning gemaakt met wat ik vandaag ga doen, tenminste wat ik wil gaan doen. Nou, ik wil een workout doen, ik wil gaan schoonmaken, mijn kamer opruimen, de was doen, video ideeën bedenken, een video editen en misschien bananenbrood maken. En anders doe ik dat in een van deze andere dagen. Wat heb je nodig voor de smoothie bowl? Als eerste diepvries aardbeien, diepvries mango. Tenminste, je kan ook ander fruit nemen, maar ik heb nu dit in huis. Kwark, hoeft niet per se, maar dat vind ik wel lekker erdoorheen. Een banaan, havermout, lijnzaad. En dat doe je dan allemaal in de blender. Vervolgens snij je de banaan in kleine stukjes. En dan is dit je smoothie bowl. Er is trouwens iets heel belangrijks wat ik gewoon vergeet, namelijk te drinken. Lekker slim. Ik vul meestal altijd deze grote fles van 1 liter met thee. En dan ga ik maar voor dit smaakje. Dit is het smaakje lemon en ginger. Tada. Het is natuurlijk super belangrijk om genoeg te drinken. Vandaar heb ik altijd zo'n grote fles. Want als ik elke keer een bekertje moet pakken, dan kom ik nooit aan mijn hoeveelheid vocht. Zoals je kunt zien sta ik weer in mijn kamer. En het is nu tijd voor de workout. Nu heb ik er wel zin in. Ik ga weer naar de app waar ik gisteren ook op zat. En gisteren had ik dan apps gedaan en butt. En nu wil ik de 7 minute complete. Een verbrandje 150 calorieën. Het duurt 26 minuten. Dus ik denk dat het best wel heftig gaat zijn. Ik ga natuurlijk niet 26 minuten lang alles filmen. Want als ik dat elke dag moet doen, dan wordt het wel een hele lange vlog. Maar ik zal wel wat stukjes toevoegen. En als je wil weten wat ik precies heb gedaan, ga dan even naar de app. En het is deze workout. Ik ben nu 17 minuten bezig geweest van de 30, maar het lukt me echt niet meer om nog door te zetten. Want ik heb het super warm en mijn benen trillen gewoon, dus ik geef het maar op. Dat zijn geen 150 calorieën, dat is waarschijnlijk de helft. Maar ja, het lukt echt niet meer. En als ik dit nou elke dag even zou doen, misschien gaat het dan steeds beter. Maar ja, als je dit dus niet gewend bent, is het super zwaar. Het zweet druipt echt van mijn hoofd af. Dus ik vind het wel mooi geweest. Inmiddels is het alweer 12:30 en ik heb best wel behoorlijk wat trek gekregen. Dus ik ga eventjes middag eten. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je gewoon blijft eten. Ik ga denk ik even 2 crackers maken met een avocado. En ik denk ook nog even een eitje erop. En daarna ga ik even een stukje wandelen met Tycho. Want dan heeft hij eventjes pauze. En ik heb net voor Tycho een heel lekker ei zitten bakken. Ik zal hem even laten zien. Kijk hoe lekker met kaas en spek en mayonaise en ei. Lekker hè? En volgens mij als je sport is het ook belangrijk dat je veel eiwitten eet. Vandaar ga ik een eitje erop doen. Door de avocado ga ik wat paprika poeder doen, peper en zout. En dan ga ik het helemaal zo als een soort papje maken. Nou, het smaakt lekker. Dus ik ga dit lekker opeten. Tycho en ik zijn even een klein stukje aan het lopen. Ik denk niet dat we de marathon lopen. We lopen echt misschien 1 kilometer of zo. Ik ben net eventjes naar de supermarkt gegaan. En ik heb hier een aantal boodschappen. En ik dacht misschien vinden jullie het leuk om even te zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste maiswafels. Gepofte speltarwe. En dat vond ik wel lekker om door de kwark of zo in te doen. Bananen. Ijsbergsla. Diepvriesfruit. Cherrytomaten. Spinazie. Noedels. Kwark. Appels. Verse dadels. Want ik wil heel graag bananenbrood maken. Maar er was dus weer geen bloem. In geen enkele soort was die meer te verkrijgen.
Dus ik hoop dat hij er morgen dan weer is. En er waren zelfs geen eieren. Mandarijnen, couscous, optimaal, citroen en zoete aardappelfrietjes. Ik wil namelijk vanavond voor mezelf een couscous salade maken met zoete aardappelfrietjes. Want de rest eet iets van de zoekom met aardappel en zo. Maar ja, aardappel hoort niet in mijn week deze week. Want volgens mij zit daar echt veel calorieën in. En ik zie Fit Girls nooit als gewone aardappels of zo eten. Dus vandaar dacht ik, nou, laat ik maar een couscous salade maken. Lekker makkelijk en verkeerd. Dus ik vind zoete aardappels sowieso veel lekkerder dan gewone aardappels. Het is 3:15 en ik heb echt super veel trek gekregen. Dus ik ga even 2 van die maiswafels eten met hummus en gerookte kipfilet. En ik ga eventjes lekker thee zetten. Het is 5:30 en ik heb alweer trek. Maar ik kan nog niet eten, want ik moet eerst mijn eten natuurlijk gaan maken. Dit zijn de zoete aardappelfrietjes die ik ga eten. Maar er is dus geen bakpapier, dus ik ga ze maar in de airfryer doen. Want ik weet anders ook niet hoe ik het noem. Wat je verder nodig hebt is paprika poeder, een bouillonblokje. En dan ga ik de helft gebruiken. Daarmee maak ik namelijk de couscous op smaak. De zoete aardappel natuurlijk, cherry tomaatjes, parmezaanse kaas, sla en een beetje spinazie en grote kip. En zo ziet het eruit. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Ik denk wel dat het echt super lekker is. Ik ga alleen nog een klein beetje kwark toevoegen. Zodat het een soort sausje wordt. Want anders is het misschien een beetje droog. Het is tijd om te proeven. Ik ben echt super benieuwd. Het is 9:30 en we zitten in bed. En ik heb dus al een hele tijd trek. Eigenlijk na het eten had ik zoiets van, ik heb nu zin in iets van chocola of zo. Heel vaak na het eten pakte ik een snoepje of chocola of een koekje of zo gelijk na het eten. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb nu dus al de hele tijd hoofdpijn. Ik ben onrustig en ik heb echt een soort van een rammelig gevoel. Maar ik denk dat het een soort van afkikverschijnselen zijn. Omdat ik het zo gewend ben om zoveel te eten. En de hele tijd allemaal te snaaien en zo. En daardoor heb ik misschien ook hoofdpijn. Maar dat zal vast na een paar dagen wel weg zijn. Dat is volgens mij altijd in het begin dat je daar heel even aan moet wennen. En dan gewoon moet doorzetten. En ik heb ook al gewoon meer als 3 liter water op. Dit is nu mijn 4e fles al. En het is 1 liter water wat erin zit. Dus echt bizar. Goedemorgen, het is woensdag. Het is nu 9:15 en ik ben alweer een tijdje wakker. Ik heb even mijn haar nat gemaakt en het weer een beetje in model gebracht. Maar het is echt super erg ontploft en pluizig, dus sorry daarvoor jongens, let er niet op. Van gisteravond toen ik in mijn bed lag, kon ik echt alleen maar aan eten denken. En dat had ik volgens mij ook al verteld. Dus het duurde best wel lang voordat ik eindelijk sliep. Zo, dat is wel even lekker. Ik ga in ieder geval nu naar beneden, ga ik weer lekker ontbijten. Ik denk dat ik weer een smoothiebol ga maken. Het is weer is het zover. Maar dat komt dat ik dat gewoon super lekker vind. En ik vergat het bijna te zeggen, maar ik ben opgestaan met zoveel spierpijn. Vooral mijn benen. Als ik er doorheen zak, doet het echt super veel pijn. Dus ik denk dat ik vandaag even een wat minder zware workout ga doen. Niet dat ik gisteren een hele zware had gedaan, maar ik was natuurlijk helemaal kapot. Ik draag dit vestje van de Primark. Dit BH'tje, sport BH'tje van de Primark. En deze broek is van Puma. En ik wil echt super graag zo'n Gymshark legging. Maar dat is zo duur. Maar ik vind die zo mooi eruit zien. En ze zitten ook altijd mooi. Mijn smoothie bowl is vandaag iets anders dan normaal. Ik voeg namelijk ook spinazie toe. Het heeft een hele vieze bruine kleur door de spinazie. Maar ik hoop dan dat het lekker is. Maar dat is nog wel zo wel. Dit is het geworden. Ik ga het zo even proeven. Want ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Nou, het is in ieder geval heel lekker. Ik proef niet echt de spinazie, dus dat scheelt. Alright, ik vond dat het wel weer tijd was voor een nieuwe workout. En ik ga nu de 7 minute sweat doen. Oftewel, in 7 minuten is de bedoeling dat ik heel erg ga zweten. Dus ik denk dat het best wel intensief is. Maar 7 minuten hou ik wel vol. Gisteren probeerde ik het natuurlijk bijna 30 minuten en dat ging niet helemaal goed. Maar ik denk dat 7 minuten wel gaat lukken. En dan heb ik dat maar weer gedaan. First up, jumping jacks. Klaar.
Ik ben niet zozeer bezweet, maar wel buiten adem. En ik moet toegeven dat ik tussendoor een paar keer ben gestopt. Omdat ik het gewoon niet trok, ook al maar 7 minuten. Mijn conditie is super slecht en ik heb zere benen, dus het ging gewoon niet lekker. En ik heb zoveel trek ook. Ik voel me een soort van energieloos. Echt vervelend. Het is 12:15 en ik zit even lekker buiten in het zonnetje uit de wind. Dat is heerlijk. Maar ik heb echt al een hele tijd superveel trek. Dus ik heb even maar wat eten gepakt. Zodat ik weer een beetje een laagje in mijn buik heb liggen. En daarna ga ik eventjes naar de supermarkt. En dan hoop ik dat ze de ingrediënten hebben voor mijn bananencake. Want gisteren miste er dus heel veel ingrediënten. Ik ga in ieder geval even een cracker eten met pindakaas. En zo'n maiswafel met hummus en kipfilet. Het is tijd om bananenbrood te maken, want ik ben net naar de supermarkt geweest en eindelijk is er bloem. Ik moest spelbloem hebben en ik heb gevonden tarwebloem. Ik weet niet of het hetzelfde is, maar dit was het enige wat er nog was. Wat je nodig hebt voor het gezonde bananenbrood zijn als eerste 4 bananen, kaneel, een half zakje bakpoeder, rozijntjeschaker doorheen doen, bloem, 3 eieren, 3 verse dadels, een staafmixer of keukenmachine, maar dat hebben we niet, we hebben alleen dit. Natuurlijk een bakkie en een cakevorm. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Als eerste warm je de oven voor op 180 graden. Maar dat heb ik al gedaan. Dan leg je de dadels even in warm water, zodat ze wat zachter worden. De dadels zitten in de bak. Nu ga ik even 3 bananen in de bak doen. 3 eieren, kaneel. En dan ga ik het helemaal mixen. Kijk even hoe groot deze banaan is. Oh my god. Zo ziet het er nu uit. En dan ga ik het nu mixen met mijn staafmixer. Nu ga ik 180 gram bloem toevoegen aan het beslag. En een half zakje bakpoeder. En nu is het de bedoeling om met een spatel door het beslag heen te spatelen. Ik heb geen spatel, dus ik ga het maar gewoon met een soeplepel doen. Zo ziet het er nu uit. In principe is het goed nu. Alleen ik vind het lekker om nog wat rozijnen toe te voegen voor wat extra smaak. Nu is het tijd om het beslag in de cakevorm te doen. Het enige wat we nu gaan doen is de banaan door de helft snijden en hem er dan op leggen. En voilà, dit is het geworden. En we gaan hem nu voor ongeveer 50 minuten in de oven doen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar van bakken krijg ik altijd super veel trek. Dus ik ga even een tussendoortje nemen. Ik heb wel een beetje zin in kwark en dan 100% speld gepoft. Ik heb dat nog nooit op, maar ik vond die dingen altijd vroeger heel erg lekker. Alleen hier zit natuurlijk geen suiker op. Dus ik ga er ook een klein beetje honing overheen doen. Voilà, dit is het geworden en dit ga ik even lekker opeten. Wat ik trouwens helemaal vergeten ben, is om calorieën bij je te houden. Maar ik weet dus ook niet of Fit Girls dat doen. Want het is natuurlijk niet dat je dan per se een dieet of zo volgt. Ik denk dat Fit Girls gewoon gezonde dingen eten. En gewoon niet te veel, denk ik. Maar ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik heb me er niet echt goed in verdiept. Maar voor mij is het gewoon dat je sport, gezond eet, niet veel snoept. Dat vind ik als je een Fit Girl bent, dat je dat doet. Dus daar ben ik dan niet zo mee bezig. Ik zal heel veel commentaar krijgen achteraf. Je deed dit niet goed, je moet dit of zus en zo doen. Maar dat vind ik ook niet erg om te horen, want dan dat zijn gewoon tips. Want ik weet het ook allemaal niet goed en ik doe ook maar gewoon wat ik denk dat het beste is. Tigo en ik hebben net een klein stukje gewandeld en mijn bananenbrood is klaar. Maar niemand had de oven uitgezet, dus hij is nu een beetje heel erg bruin. Maar ik hoop dat hij niet naar aangebrand smaakt. Oké, ik heb iedereen even een stukje bananenbrood gegeven. Ze vinden het allemaal heel erg lekker. En nu is het natuurlijk tijd voor mijn taste-test. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt in ieder geval super lekker. Mmm. Lekker. Echt lekker. Lekker, hè? Ja, hè? Ja, ik heb het goed gedaan. Ik vind het echt super lekker. En het is ook gezond. Je moet niet te veel ervan eten, maar er zit in ieder geval geen toegevoegde suiker in. Laat weten in de comments als je dit zeker een keer na gaat maken. Het is 5:00 en ik vond dat het wel weer tijd was voor een workout. Ik heb namelijk best wel weer veel trek. Ik heb de hele dag door trek. En als ik dan niks ga doen, denk ik echt alleen maar aan eten. Want ik heb mezelf erop betrapt dat ik letterlijk de hele dag aan eten denk. Dus ik dacht, we gaan workouten. En ik ga het deze keer niet via de 7-Minute Workout app doen, maar via filmpjes op YouTube. Ik zag namelijk 2 YouTubers, Pamela en Chloe. En die doen dan van die workout dingetjes. Dus ik ga even hun ga ik opzetten op mijn iMac. En dan ga ik het nadoen, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb nu gewoon mijn normale hemdje aan en een spijkerbroek met stretch. Want ik heb geen zin om sportkleding aan te doen. Oké, ik denk dat ik eerst de Intense Abs Workout routine ga doen. En dan de Do This Every Day to Lose Weight.
ik ben weer klaar met de workout. Ik ben helemaal bezweet. Ik heb ook veel te dikke kleding aan om dit te doen. Ik zit even buiten, want ik dacht ik ga afkoelen. Maar buiten is het ook niet echt koud of zo. Maar het ging niet helemaal vlekloos. Dus door heb ik te vaak eigenlijk gestopt. En af en toe stopte ik halverwege mijn oefening. Omdat het gewoon echt even niet ging. Maar ja, ik ben al blij met elke minuut waarin ik wel wat doe. Want normaal zou ik nooit sporten. Dus ik vind het al heel knap van mezelf. En misschien als je het vaker doet, dat je op een gegeven moment er minder moeite mee hebt. Ik weet het wel zeker. En ik zou natuurlijk ook nog de abs doen. Ik denk dat ik die nog wel even ga doen. Want ik heb nooit last van mijn buikspieren als ik buikspieren ga doen. Maar vooral de oefening waar ik echt een bloedhekel aan heb, is deze. Dat je dus springt en dan zo valt en dan weer in de lucht springt. Nou, als ik dat een paar keer doe, dan stijgt het echt naar mijn hoofd. Dat vind ik zo zwaar. Elke keer als ik dat doe, ben ik helemaal uitgeput. En ook bij dit, met die mountain climbers, als je dit doet. Nou, dat vind ik ook ontzettend zwaar. Ik ga nu voor de intense abs workout routine. 10 minute flat stomach exercise. En dan ben ik er klaar mee. Oh, gaan we al beginnen. Ik had dit mooi even onderschat. Ik dacht, nou, die abs doe ik wel even. Maar nee, ik heb niet alles voltooid. Ik ben de hele tijd halverwege gestopt met bepaalde oefeningen. Omdat ik het gewoon niet meer trok. En nu ben ik echt gewoon aan het trillen gewoon. Ik ga lekker uitrusten en ik vind het wel weer genoeg geweest voor vandaag. Morgen ga ik maar weer een workout doen. En ik hoop dat elke dag een stukje beter gaat. Ik heb net even gedoucht en weer even normale kleding aangetrokken. Maar ik heb super veel spierpijn. En wat een beetje kan helpen tegen spierpijn zijn eiwitten. Dus ik ga even lekker een eiwitshake nemen. Dus de eerste keer dat ik deze week een eiwitshake neem. Maar ik vind dat dat er toch wel echt bij hoort als je een fit girl bent. Ik ga deze nemen. De Wee Protection van Body & Fit. En dan met banana flavor. Deze van mijn broertje, maar ik steel hem even. Het is toch een mega grote pot. En dan doe ik het met havermelk. En het is officieel trouwens de bedoeling. Dat staat in ieder geval op dat ding. Dat je het met water moet mengen. Maar als je het met melk doet, is het net een milkshake. Dus doe ik liever met melk. Ik heb hem nog nooit met water geprobeerd. Maar ik denk dat dat niet lekker is. Echt lekker. Het is echt mega zoet. Maar ik vind het lekker. Het is net een milkshake. Er staat hier ook op. Eiwitten ondersteunen snel herstel van de spieren na training. Dus dat is helemaal top. Het is 6 uur en we gaan lekker broccoli soep eten. Het is donderdag en ik ben alweer lekker vroeg op. Het is nu 8:30, om 8 uur werd ik wakker. Ik werd wakker omdat ik echt super veel trek heb. Dus ik heb lekker een smoothiebol gemaakt met spinazie, diepvries aardbei, diepvries mango, diepvries meloen, lijnzaad, havermout en een beetje gember. En als topping heb ik banaan, pindakaas, havermout, aardbei en framboos. Ik heb mega veel zin om dit te eten. Het ziet er super lekker uit en ik denk ook wel dat het echt heel lekker is. Ik merk echt nu ik gezonder eet dat ik veel meer energie heb. Daarom word ik denk ik zo vroeg wakker. Het is alweer 12:30. Ik heb super veel trek. Maar ik ben de hele dag bezig geweest met mijn video die nu eindelijk online staat. Ik had dagen daarvoor ook al geëdit. Maar ik moest sowieso nog de thumbnail maken en een titel en hem uploaden en al die dingetjes. Ik heb ook eventjes gedoucht en mijn haar weer gewassen. En ik ga nu eventjes middag eten. Ik ga lekker een cracker eten met avocado. En als toevoeging doe ik er nu chili pepervlokken op, want ik had een keer gezien dat dat lekker is. Dus ik ben benieuwd of het lekker is en niet te pittig. Ik doe er ook nog even een eitje op. En ik ga nog even roggebrood eten met hummus. Mijn eitje is lekker aanpakken en ik doe vast een beetje van die chili vlokken op mijn avocado. Ho! Dat ging niet helemaal goed. Dit is mijn lunch geworden. Ik zit lekker buiten in het zonnetje en ik ben echt mega benieuwd naar de avocado en vooral door die chili peper. Want dat heb ik dus nog niet. Lekker. Ik ben altijd bang dat het pittige erna heel erg komt. Valt mee hoe pittig het is. Ik kan het aan. Het is 12:30 en ik vond dat het wel even tijd was voor een workout. Het wordt deze. De best full body workout to lose fat. Nou, ik ben heel benieuwd. En ik ga het doen via de tv. Dus
jullie kunnen zien, ben ik helemaal kapot. Na 5 minuten begon het zweet al op mijn voorhoofd te staan. En ik ben helemaal nat van het zweet. Het is namelijk super warm binnen. En oh, het was zo zwaar. Ik hield het weer niet allemaal vol. Dat is logisch, denk ik. Heel veel oefeningen stop ik dan halverwege. Omdat ik het gewoon echt niet meer aan kan. Vooral die oefeningen dat je zeg maar in een plankpositie staat. En dan moet bewegen. Ja, daar ben ik zo slecht in. Ik ga nu nog even een cooling down. Ik vond dat het na het sporten wel weer tijd was voor een eiwitshake. Maar ik heb hem nu dus gemengd voor het eerst met water. Ik hoop dus dat dat ook lekker is. Maar ik weet het niet. Want het is omdat mijn broertje steeds zei, met melk is het lekkerder dat ik nooit met water verzorg. Maar ik ga het eens proberen. Het smaakt eigenlijk hetzelfde, maar iets wateriger. Maar ik zag dus op de ingrediëntenlijst dat er ook iets van melkproduct in dat poeder zat. Dus toen dacht ik van ja, waarom zou je dan melk toevoegen? Want dan wordt het al een soort milkshake substantie. En dat is echt zo. Dus voortaan ga ik gewoon melk gebruiken, of water gebruiken, dat is beter. Het is 4:30. Tigo en ik hebben net een klein stukje gewandeld. En ik heb weer trek. Ja, eigenlijk heb ik de hele dag door trek. Maar ik ga lekker een stukje bananenbrood eten met pindakaas. Want daar heb ik super veel zin in. Het is 6:30 en tijd om avond te eten. En we eten vandaag wraps. En ik neem geen gewone wraps, maar groentewraps. En ik zag dat bij iemand op Instagram. En ik dacht, oh, dat moet ik echt proeven. Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Dit is hoe het eruit ziet. En wat erin zit is iets van kipfilet of gerookte kip of zo. En voor de rest weet ik het niet. Het is van kwark en zo. Ja, even kijken. Wat was het recept? Dit zit erin. De knoflook, komkommer, chilipoeder, kaas. Kijk, dit jongens is het merk van de groentewraps. Dus ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. We eten er ook wat zoete aardappeltjes bij. Ik heb 2 pakken wraps. En sla. Oké, we gaan het proeven. Ik ben zo benieuwd. Ik heb het nog nooit op. Ik ben alleen benieuwd. Ja, ik proef niet per se groente of zo. Goedemorgen, het is vrijdag. Oh, het is alweer bijna zondag. En dan zijn we alweer aan het eind van deze week leven als fit girl. Bizar is nou de tijd gaat. Maar het is nu 9:00 en ik ben al heel productief bezig geweest. Ik heb namelijk mijn hele kamer al gestofzuigd en opgeruimd en de was al gedaan. En ik ga zo lekker eventjes ontbijten en dan ga ik even op mijn fiets naar mijn vaders werk. Want die is zijn brood vergeten, dus die moet ik eventjes brengen. Verder ga ik vandaag een video opnemen, want zondag moet er weer een video online komen natuurlijk. En ik moet natuurlijk ook een workout doen. Maar mijn kont doet echt heel veel pijn en mijn benen ook. Dus ik wil sowieso eventjes dat gedeelte vermijden. Want elke keer doe ik het weer opnieuw. Misschien mijn rug dan. Ik weet niet of er oefeningen voor zijn. Ik wil ook een oefening voor zeg maar dit. Hier binnen in je been. En hierachter of zo. Want daar heb ik niet echt veel pijn. Het is meer hier zo dat ik pijn heb. En dus aan mijn billen. Het is tijd voor mijn ontbijt. En ik ga weer een smoothiebol maken voor de verandering. Alleen in plaats van banaan, want die zijn op, doe ik er nu wat bananen eiwitpoeder in. Voor smaak en gewoon voor wat eiwit. Want ik heb natuurlijk spierpijn. En ik hoop dat het weggaat door dit. Maar dat zal wel niet. Maar ja, we kunnen het proberen. En dan is dit weer het eindresultaat. Ziet er super lekker uit. En het is ook echt heel lekker. Ik heb wat minder spinazie in gedaan. En ja, het ziet er gewoon heel lekker uit. Mmm, dat is wel de lekkerste die ik tot nu toe heb gemaakt. En die eiwitpoeder maakt echt een beetje romig of zo. Echt heel lekker. Ik heb het brood even bij papa gebracht. En ik heb even een kopje koffie op. En ik ga nu weer terug fietsen. Gaat het goed op je werk? Ja, lekker druk. Lekker druk. Geniet van je brood. Dankjewel. Het is 1:00. Ik heb net even een video opgenomen. En ik ga nu lekker even lunchen. Ik zal even laten zien wat ik ga eten. Ik heb hier 2 volkoren crackers. 1 met pindakaas en 1 met hummus met sla erop. En een beetje kwark met die gepofte tarwe en wat framboosjes. Ik sta lekker buiten op mijn balkonnetje en ik dacht, het is tijd voor een workout. En waarom niet buiten op mijn balkon? Dus dat ga ik doen, want binnen is het elke keer zo heet. Dit is de workout die ik nu ga doen. En deze heb ik nog nooit gedaan. Ik vind het wel leuk om elke keer wat anders te doen. Ik heb trouwens heel charmant een voetbalbroekje aan, want ik vond zo'n legging echt heel erg warm. De workout van net ging prima. Ik ben nog helemaal niet uitgeput. Dus ik ga nu voor de Love Handle workout. Heb ik ook nog nooit gedaan. Het is
best wel weer een tijdje terug dat ik de workouts heb gedaan. Ik heb inmiddels ook alweer gedoucht en mijn koffer weer ingepakt voor naar Tycho. Ik zit nu lekker even op mijn balkon. Over ongeveer een half uurtje gaan we rijden als Tycho klaar is met zijn werk. En ik ga nu even bananenbrood eten met pindakaas. Ik vind het zo lekker, joh. En een bananenbrood. Ik dacht echt van, nou, na een paar dagen zal het wel niet meer lekker zijn. Maar het is nog steeds lekker. We zijn aangekomen bij Tycho's vader. En we gaan weer lekker eten. Een Spaans gerechtje. Een slaatje erbij. Goedemorgen, het is zaterdag en het is inmiddels alweer 11 uur. Ik werd denk rond een uurtje of 8, half 9 al wakker. En toen heb ik echt uren in mijn bed gelegen. Tot ik echt zoveel trek had dat ik dacht, ik moet er nu uit. Ik ben zelfs gewoon een beetje aan het trillen, zoveel trek heb ik. Maar ik heb weer lekker een smoothiebol gemaakt. En er zit weer van alles in. Blauwe besjes, bananen, havermout, lijnzaad, aardbei, diepvriesfruit, kwark. Super lekker, dus daar ga ik nu lekker van genieten. En ik heb ook lekker een grote fles met thee. En dan heb ik er gember in gedaan, citroen en aardbei. Very good. Ik eet dit nu al 6 dagen op een rij. En elke keer wel iets andere ingrediënten erin, zoals spinazie en zo. Dat heb ik er nu niet in. Maar het blijft gewoon zo lekker. Ik ben het nooit zat. En misschien zeggen mensen, je moet even wat gevarieerder gaan ontbijten. Maar ik wil gewoon niks anders dan dit, omdat dit zo lekker is. En als er geen diepvriesfruit is, dan neem ik gewoon havermout met wat erin. Maar ja, ik vind dit gewoon het lekkerste wat er is. En wat ik verder vandaag ga doen, ik ga straks eerst even een video editen. Want op zondag komt er natuurlijk een video online. Het is 12 uur en ik ga even deze workout doen. De Abs Workout Flat Belly in 30 Days weer van Chloe Ting. Buikspieren zitten erop. Ik ga nu de 10 minute inner thigh workout doen voor die binnenste been. Alweer kort over 2. Ik eet even wat later dan gewoonlijk, maar dat komt omdat ik ook veel later heb ontbeten. Ik ga lekker 2 crackers eten. 1 met smeerkaas kipfilet en de andere ook met smeerkaas kipfilet. En een paar van die sherry tomaatjes. Ik heb zoveel trek nu. Ik heb net heel tijd mijn vlog zitten editen. Of mijn vlog, mijn video. Ik hou echt van kipfilet. We hebben net lekker avond gegeten. We aten kabeljauwfilet met van die peentjes en de uit het potje. En wat was er nog meer? Oh ja, zoete aardappelfrietjes. Het was heel lekker. Ik weet niet of het Fit Girl was. Het potje, ik heb daar allemaal niet zoveel verstand van. Ik vond het wel gezond. Maar eerst wou ik dus heel graag vandaag zo'n intensive full body workout doen. Dat je echt gaat zweten en zo, wat echt zwaar is. Maar ik heb echt overal pijn. Ik wou net even een stukje lopen, dus die gewoon ik heb een heel klein stukje gelopen. Maar het was echt zwaar, joh. Ik kon mijn lichaam op naar voren krijgen. Ik heb overal nu ineens spierpijn. Dus ik dacht, weet je, we doen het gewoon even rustig aan vandaag. Want volgens mij is het ook niet verkeerd als je even een rustdag tussendoor hebt. En dan hoop ik dat het morgen allemaal over is. En dan ga ik wel even die intensive doen, als dat een beetje gaat. Goedemorgen jongens, het is zondag en dat betekent dat het alweer de laatste dag is van een week leven als Fit Girl. De week is echt omgevlogen. Gisteren heb ik natuurlijk best wel een beetje een soort rustdag gehad. Ik had alleen maar in de ochtend eventjes een beetje buikspieren gedaan en iets voor mijn been. Maar dat was echt totaal niet intensief. En ik wilde vandaag dan weer iets intensiefs doen. Namelijk echt zo'n cardio full body workout waarbij je helemaal gaat zweten. Ik heb net beneden even mijn ontbijtje klaargemaakt. Wat ik heb gedaan, ik heb water in een pannetje gedaan. Toen lekker havermout erbij gedaan. Appeltjes, kaneel en toen als topping chiazaad, aardbeien en 100% pindakaas. Dus hier ga ik lekker van genieten. Ik hou echt van havermout en ik heb mijn fles weer gevuld met gember en citroen. Hele overschakeling zo van elke dag een smoothiebol naar ineens een papi met havermout. En dat is wel erg lekker hoor. Echt een aanrader. Vooral met die pindakaas en die kaneel en zo. Laat in de comments weten wat jouw all-time favorite ontbijt is. Kan natuurlijk ook iets van American pancakes of zo zijn. Dat vind ik namelijk ook mega lekker. Het is alweer 4:30. Ik heb letterlijk niks anders gedaan dan in bed gelegen en heel de tijd Netflix gekeken met Tycho. Echt erg. Daardoor had ik ook niet zoveel trek. Maar nu heb ik dus wel trek. Maar we gaan pas over een uur eten. Dus ik ga even wat kwark eten. Om een beetje mijn honger te stillen.
En daarna gaan we lekker avondeten over een uur. Het is inmiddels 5:30 en ik ben mijn avondeten aan het klaarmaken. Ik ga groentewraps eten, avocado, komkommer, gerookte kip, rucola, veldsla, Philadelphia, een beetje kruiden. En volgens mij was dat het wel. Ja, dat was het. We hebben net lekker gegeten. Was lekker, hè? Ivy gaat ook meedoen met de Fit Girl uitdaging. Dus we gaan nu weer een workout doen. Ik ga nu voor de 20-minute full body workout. Deze heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik helemaal kapot ben straks. Dus let's do this! We hebben net een workout gedaan, maar mijn camera is dus leeg. Dus hij viel uit na een minuut of zo. Ik heb net lekker weer een workout gedaan. Eerst met Ivy, maar die was er al heel snel klaar mee. Dus toen ben ik nog eventjes in mijn eentje doorgegaan. Maar het leek me dus super leuk om het te filmen. Tot mijn batterij leeg was en hij uitviel. Dus ik heb misschien een minuut kunnen filmen of zo. Maar ja, ik heb deze hele week natuurlijk al ontzettend veel workouts gefilmd. Dus ik denk dat jullie inmiddels wel weten wat ik allemaal doe. En ik laat natuurlijk elke keer zien welk filmpje ik doe. Dus wil je weten wat ik precies heb gedaan, kijk even de filmpjes. Het lukt mij alleen nooit om het helemaal gewoon te volmaken zonder dat ik gewoon wat extra pauzes neem en de oefening helemaal afmaak. Dat lukt mij niet. Ik ga in ieder geval nog even lekker kwark eten, want ik moet nog een beetje eiwitjes binnenkrijgen. Ik heb helaas geen eiwitshake. Het is nu de volgende dag. Het is maandag. Ik ben letterlijk van vanochtend vroeg tot gewoon nu net 4:30 bezig geweest met editen. En ik heb ook nog een andere dag besteed aan al een stukje editen van deze video. Dus ik ben er ontzettend lang mee bezig geweest. Het kostte me heel veel moeite überhaupt om elke keer al mijn eten te gaan filmen. Want dat was ik gewoon helemaal niet gewend. Daarom hoop ik ook echt dat jullie het super super leuk vonden. En dat ik heel veel mensen heb gemotiveerd om gezonder te gaan leven. Misschien motiveer ik mezelf ook dat ik in het vervolg gezonder ga blijven leven. Ik ga in ieder geval even een shape update doen. Want ik heb natuurlijk aan het begin van deze video laten zien hoe ik eruit zag. En dat ga ik nu natuurlijk weer doen. Dit is hoe ik er nu uitzie na 1 week leven als fit girl. Ik ben echt ontzettend benieuwd of jullie verschil zien. Dit is van de zijkant. Ik voel me in ieder geval echt een heel stuk energieker. Ik ben veel minder moe. Ik ben veel vrolijker. Ik zit beter in mijn vel. Dus het is toch niets voor niks geweest. Ik hou dit alleen niet nog langer dan een week vol. Om letterlijk elke dag gezond te eten. Niet te snoepen en te snacken. En elke dag te sporten. Dat gaat hem voor mij niet worden. Ik ben gewoon niet bestemd voor het leven als fit girl. Maar ik vond het zeker heel erg leuk om een weekje te doen. Laat in de comments weten wat je van deze video vond. En nu wil ik je super erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!